Nou, we gaan nu even baggeren. Mijn opleiding is vakbekwaam medewerker agrarisch woonwerk. Ik loop stage bij de firma Sam Schagen, dat zou je meer. Ik vind het een hele leuke stage, want ik heb heel afwisselend werk. Ik heb frezen gedaan, land klaarmaken voor een bollenbouwer en bagger uitslepen. De sloot uitbaggeren of met een graswagen, gras oprapen, naar de kelderij, naar de veehouder en balen persen. We hebben even de machine open gedaan, dus ik moet maar even de lampen bijhouden. Wat ik eigenlijk wel even belangrijk vind, is dat je 's morgens even visueel controleren of er geen lekkage is. Kijk het gewoon even na. Op dit moment ziet het er allemaal heel goed uit. Ja. Gewoon even visuele controles morgens. Wat is Sam Schagen? Het oogsten van gras, het oogsten van mais, het land klaarmaken voor de tulpenteelt, voor de akkerbouw, transport, asfalt, korrel, zand, handel, zandhandel doen we. Ja, dat is onze drijfveer wel een beetje, dat we niet op één tak hangen. Wij vinden het leuk om zoveel mogelijk takken te kunnen bewandelen, waardoor het ook heel divers blijft. Erwin, jij krijgt er een plan mee. Door die baggerij. Leg hem even uit voor de verkeersborden. Misschien even kijken voor de klikmelding en dergelijke. En ik weet alleen misschien even uitleggen welke stort we dan moeten storten op de baggerij. Nou, ik vind Glenn een leuke jongen. Hij komt enthousiast s morgens binnen. Dus ik heb wel een klik met Glenn. Ik vind Adelbert een heel leuke man om baas te hebben. Hij legt alles goed uit en is altijd aardig en heel rustig. Hij is niet heel druk of zo. Nou, dat vind ik wel heel makkelijk om heel prettig om zo te werken.